Goed, als laatste. Ja. Wat is nu, laten we zeggen, wat zijn de nieuwe trends? En die nieuwe trends die zijn vooral gericht op het verder optimaliseren van die halofietenfilters. Wel, een eerste pijnpunt van die halofietenfilters dat is dat we toch best wel wat oppervlakte nodig hebben. Dus die klassieke halofietenfilters, dat is toch ergens grote orde, 2-3 vierkante meter per persoon. Ja. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Wel, ik heb al gezegd, die planten zelf kunnen we weinig mee doen, of weinig mee spelen, maar wel met het filtermateriaal en wel dat passief principe gaan loslaten en die halofietenfilters actief gaan maken. En dat noemen we intensificatie. Een eerste voorbeeld, dat zijn fosfaatabsorberende materialen. U ziet in de eerste lijn van de tabel, dus het klassieke zand, heeft eigenlijk een zeer lage fosforadsorptiecapaciteit. Alle andere zaken die in die tabel staan, die hebben eigenlijk een veel grotere adsorptiecapaciteit. En een aantal daarvan die worden ook al toegepast in halofietenfilters. Nu, één die wij in België al eens uitgeprobeerd hebben, dat is ijzeroxide gekookt zand, wat eigenlijk een afvalstroom is uit de drinkwaterproductie. Dat hebben we gedurende 400 dagen getest op een geitenboerderij. En ik kan eigenlijk zien dat het influent is, grote orde 40 milligram fosfor per liter, dat we dat eigenlijk gedurende 400 dagen tot nagenoeg nul hebben kunnen terugbrengen. Dus dat is een zeer interessante toepassing. Die jullie in Nederland intussen ook hebben. Dus in de Grote Meer wordt zo'n ijzerzandfilter ook gebruikt, maar hier dan om afvalwater, om oppervlaktewater van fosfaat te ontdoen. Ja. Iets anders waar we mee kunnen spelen qua materiaal, dat is eigenlijk extra adsorberend materiaal gaan inbouwen in dat systeem. Een kleine animatie, wat is eigenlijk het idee? Om eigenlijk het water en het stoftransport te gaan ontkoppelen. Dus het water gaat vrij snel door die halofietenfilter, maar uw stoffen worden geadsorbeerd, waardoor de planten en waardoor de bacteriën meer tijd krijgen om die stoffen te gaan afbreken of te gaan opnemen. Twee heel typische toepassingen zijn zeolieten. En wat ook heel veel gebruikt wordt de laatste tijd, dat is eigenlijk biochar, wat een beetje gelijkaardig functioneert als actief kool en dus een zeer sterk adsorberend karakter heeft voor micropolluenten. Dit is nu een voorbeeld uit Frankrijk. Hier laat men eigenlijk het principe los van geen chemicaliën te gebruiken. Dit is eigenlijk een rietveld dat zowel huishoudelijk afvalwater behandelt als afvalwater uit de wijnproductie. En waar u bovenaan kan zien dat er eigenlijk ook ijzerchloride bij gedoseerd wordt. Dit is een voorbeeld uit Frankrijk, maar dit principe wordt ook heel vaak gebruikt in Denemarken bijvoorbeeld. En dan als laatste, wat de laatste 10 jaar in feite een gigantische opmars gemaakt heeft, dat zijn de beluchte halofietenfilters. Daarnet al aangegeven, horizontaal doorstroomd zijn anaerobe systemen. Nu, anaerobe processen zijn fundamenteel, die gaan wat trager, die hebben ook een iets lager rendement. Als we dat kunnen ombouwen naar een aeroob systeem, door te gaan beluchten, dan kunnen we die systemen eigenlijk veel efficiënter maken. En dat lukt dus ook, dus er zit een zeer grote zuurstoftransfer aan een minimale energiekost. Maar het resultaat is dat we die oppervlaktevraag kunnen verkleinen tot minder dan 1 vierkante meter per persoon. Ja. Dit soort zaken hebben we allemaal gecombineerd in een heel interessant project in het zuiden van Nederland. Dat is in Terneuzen bij Dow Chemicals. Die hebben op dit moment gebruiken die nog een 5 miljoen kubieke meter water van de Biesbos, die naar Terneuzen getransporteerd wordt. Maar dus in ons project hebben wij gekeken om afvalwater daar te gaan hergebruiken. Klassiek gebeurt dat via filtratie, maar daar had men heel veel problemen met membraanvervuiling. Ja. Daar hebben we zo'n belucht rietveld met biochar en dergelijke meer ingebouwd. En dan hebben we eigenlijk gezien dat we daar op die manier heel veel water op een korte termijn kunnen behandelen en ook zorgen dat die membraanvervuiling dus eigenlijk nagenoeg wegvalt.